Brunsum viert binnenkort het feit dat de gemeente 70 jaar geleden bevrijd werd. In het kader daarvan wordt een aantal activiteiten ontplooid. Donderdag werd op de internationale school een leuk hebbedingetje geïntroduceerd. Wielrenner Lance Armstrong, hij begon er ooit mee. De bekende rubberen armbandjes. En Brunsum blijft niet achter met een rood, wit, blauw bevrijdingsbandje. Nou, mevrouw Wink, dat zijn een hele hoop armbanden. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat zijn er heel wat. Hoe bent u op het idee gekomen voor deze armband? Nou, eigenlijk, ik heb zelf een bedrijfje in cadeaupakketten. Maar ik voelde me dit jaar heel erg verbonden met Brunsum. Mede omdat mijn roots in Brunsum liggen. En mijn oom, Wiel Graus, die heeft dus alle leger. We hebben ervoor gezorgd dat zijn legervoertuigen naar Brunsum werden gebracht. En, tentoongesteld, miniaturen zijn. Tentoongesteld in de parel, ja. Ja. En nou ja, hij is 92 jaar en ja. We realiseren ons goed dat die generatie aan het uitsterven is. De jeugd moet steeds opnieuw betrokken worden bij het oorlogsverleden, zodat het nooit vergeten wordt. Dan is deze school wel een logische locatie. Deze school wilde ook graag wat meer verbondenheid tussen de jeugd van de afstandsschool en de jeugd van Rombouts College en andere middelbare scholen. Zou het de jeugd nu echt gaan om de armbandjes of ook wel om het historisch besef? Nou ja, de armbandjes is natuurlijk heel populair onder de jeugd. En, maar we hopen natuurlijk daarmee dat besef tot daarmee te bereiken wat we willen. En dan de jeugd. Weten zij van de hoed en de rand? Of gaat het vandaag alleen om een nieuw modeaccessoire? Is de ganz viel erzählt über den Zweiten Weltkrieg? Dat wusstest du schon? Das meiste wusste ich schon. Man hat ja Geschichtsunterricht und so weiter. Aber einiges, was hier erzählt wurde, wusste ich noch nicht. War neu. Jetzt ein schöner Armband. Bist du ein Armbandträger oder nicht? Ja, hin und wieder mal. Also ich habe schon 2, 3 zu Hause und das ist ja auf jeden Fall eins der besseren. Gute Idee? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es gut, dass man die Jugend, vor allem das sind ja Armbände, die die Jugend tragen wird auch und dass die auch darüber Bescheid wissen und ich finde das eine gute Initiative. Super. Und jij vindt het ook goed? Ja, zonder meer. Ben je ook een armbanddrager of toch niet zo? Nee, normaal niet, maar ik zal deze wel dragen. En promoten natuurlijk, hè? Ja, zeker. Goed plan, die armband? Ja, eigenlijk wel, ja. Je steunt er ook mensen mee die het gezien hebben en zo. Een gedeelte van de winst vloeit terug naar de gemeenschap. De initiatiefneemster van de bandjes heeft een mooie geste voor het oorlogskerkhof in Brunsum. Een groot gedeelte gaat naar de aanschaf van vazen bij alle graven van de gesneuvelde soldaten op het Brits Militaire Kerkhof. Die krijgen allemaal een vaas waar mensen dan bloemen in kunnen stoppen. Ja, juist. Ja. Dus goed plan, denk ik. Gekleed worden tijdens de bevrijdingsdagen. Ja, geweldig. Ja, zeker voor ons als War Cemetery. Ja, die vazen die hebben jullie een tijdje gezocht, althans sponsoren daarvoor. Nou is het dan gelukt. Ja, dat is wel een leuke verrassing voor ons. Hoeveel worden het er? 328. Dus dat betekent op elk graf een vaas waarin dan mensen hun bloemen kunnen plaatsen. Ja, dat is correct. Daarmee wordt het oorlogskerkhof weer een beetje mooier, hè? Ja, dat hopen we wel. Ja. Brunsum viert bevrijding. En Ruud, deze heb jij gekregen, hè? Ja, ziet er leuk uit. Ruilen voor een gele? Nee, dankjewel. Ja, trouwens, ik heb wel gezien, je hebt hem nog niet betaald, hè? Ik geloof, ik heb hem gekregen. Kom op, bij Dokken, 2 piek. Kom op. Het is voor het goede doel. Alsjeblieft. Dankjewel.